was helaas niet de blackout-modus, maar het was wel Call of Duty Black Ops 4. Leon is ermee aan de slag geweest en hij heeft iets volledig nieuws kunnen spelen. En dat zeggen we niet vaak van een Call of Duty-game. Leon, wat heb je in godsnaam gespeeld in Black Ops 4? Heist, de heist-modus van Call of Duty Black Ops 4. Het ding is een beetje dat Call of Duty Black Ops 4 een beetje onder vuur is komen te liggen. Ah. Dat was opzettelijk niet zo bedoeld, maar hilarisch. Want de nieuwe modus, natuurlijk de grote vernieuwing in Call of Duty Black Ops 4, is de Battle Royale modus. Die heet Blackout. Die hebben we helaas niet kunnen spelen, maar... Niemand volgens mij nog. Ook intern volgens mij niemand die dat heeft gespeeld. Dat weet ik niet, maar in september als het goed is komt de open beta uit. Ze kwamen mee aan de slag. Alleen heeft een beetje kritiek gekregen dat het een soort van rip-off zou zijn van de Battle Royale games. Heist is wat dat betreft ook misschien een beetje een ongelukkige modus. Want die krijgen heel veel kritiek omdat het de rip-offs zijn van de Counter-Strike games. Als ik denk aan Counter-Strike en daar een rip-off van maken, dan stel ik me dus voor dat het een normale ronde Call of Duty Black Ops is. Maar dat je dan over verschillende rondes geld verdient en daar lijpere wapens mee koopt. Heb ik dan gelijk? Ik denk dat jij de preview moet gaan doen. Ja, oké, Rush B. Het is eigenlijk, het is round-based, het is no respawn, wat we inderdaad gewend zijn van Counter-Strike. Je kunt je teammates wel een keer revive, wat we ook gewend zijn. Dus als ze op de grond liggen, dan kun je natuurlijk als tegenstander kun je ze wel meteen een next shot geven. Of even kapot maken, dan is het over. Dus het is een stuk tactischer, dat zul je ook over het algemeen merken in de Call of Duty serie. In Black Ops 4, sorry. Health regeneration is bijvoorbeeld weg. Je hebt meer mogelijkheden om je wapens te respawnen. Dus op die manier probeer je de serie allemaal een stukje tactischer te maken. En de heist past daar ook perfect in. Eigenlijk is het doel heel simpel. Je hebt een aantal verschillende rondes. En elke ronde is er één geldzak in het midden. En die moet jij naar je eigen basis brengen. Oh, en dat is ook hoe je geld verdient. Niet met kills, maar met die geldzak. Je verdient overal geld mee. Want alleen die geldzak binnenhalen is namelijk best wel lastig in de meeste gevallen. Ja, more money, more problem. Ronde voorbij, omdat iedereen gewoon dood was. En dat is inderdaad hoe je geld verdient. In elke ronde kun je kijken naar je huidige saldo. En dan kun je bijvoorbeeld zeggen, ik wil nieuwe wapens kopen. Ik wil nieuwe perks kopen. Ik wil nieuwe attachments kopen. Etcetera. Dan is de vraag natuurlijk, ga jij uiteindelijk sparen voor die super vette killstreak? Voor die Hellfire killstreak? Of ben je verstandig misschien en koop je af en toe een nieuw wapentje met het risico dat je uiteindelijk wel heel veel dood bent en rijk sterft. Want ja, wie wil nou rijk sterven? Ja, nee, je moet het gewoon spenderen. Ik zit een beetje te denken, dit voelt een beetje als de mensen die de hardcore modus van Call of Duty tof vinden. Ja. Om die nog iets extra's, iets meer tactiek te geven en dat het ook langer meedraagt. Maar ik ben nu wel een beetje me af aan het vragen, is het nog wel Black Ops 4, de heist modus los? Zijn er bijvoorbeeld ook, weet je al, die verschillende klassen met verschillende krachten en dergelijke? Zit dat samenspel er nog een beetje in of staat dit ook weer los daarvan? Nee, Creator Class bijvoorbeeld is ook op die manier echt helemaal uitgesloopt. Okay. Treyarch heeft echt wel een risico genomen, ook denk ik door heel veel van de klassieke Black Ops elementen achter, of van de klassieke Call of Duty elementen achter zich te laten. Het resultaat ervan is dat Heist tof is voor e-sports mensen, tof is als je het in een team speelt en met iedereen communiceert. Competitive inderdaad, maar de praktijk leert dat als jij online gaat met Call of Duty, dat de meeste mensen niet zo heel communicatief vaardig zijn. En dan is het eerder misschien een beetje een frustrerende modus, want je moet echt communiceren. Als jij met je hele team gaat zitten sparen voor die Hellfire Killstreak, heeft dat natuurlijk helemaal geen zin. Je moet echt zeggen, hier is de vijand, ik ga nu hier naartoe, zeker omdat het ook kleine teams zijn. En als dat niet gebeurt, is het best wel een frustrerende echt gewoon niet zo fun modus, terwijl Call of Duty heel erg draait om de fun. Mijn favoriete modi zijn de twerk modi, zoals Gun Game, One the Chamber. En dat fun element is er wel een beetje uitgehaald. Ja, oké, maar zoals ik het nu ook hoor, heb jij een paar van die aanvaringen gehad met Duitsers die niet terug willen communiceren of zo. Want je zegt, dat is helemaal niet zo heel fijn. Ja, nee, inderdaad. Ik heb meerdere aanvaringen gehad met Duitsers. Maar goed, daarvoor zijn we in Keulen. Ja, precies. Voor die ervaring van afgesnauwd worden door Duitsers. Ik zit heel erg te denken dat dit echt iets is wat als jij een groep hebt van een aantal mensen die samen hardcore Call of Duty willen spelen, dan lijkt dit wel de modus. Kun je misschien later ook nog de e-sports in rollen, want dat zal het ongetwijfeld wel weer gaan worden. Absoluut. Activision zet de laatste jaren ook op Call of Duty steeds meer in op e-sports. We hebben grote Call of Duty e-sports evenementen. En Heist gaat er sowieso een heel belangrijke rol in spelen. We gaan het zien als de game uitkomt. Wanneer komt Black Ops 4 uit? Binnenkort. Maar in september komt de open beta, 14 september, en dan kun je eindelijk Blackout spelen. En dat is de Battle Royale. Dan weten we, dat is de Battle Royale, dat is waarvoor we de singleplayer hebben ingeleverd. Dus dan weten we of het uiteindelijk allemaal waard wordt, of
dat blijkt op sfeer misschien toch verzinnen spreekwoord een kat in de zak wordt. Ah, wauw, oké. Okay. We gaan het zien en tegen die tijd houden natuurlijk Gamersnet.nl in de gaten. Voor ons complete oordeel als de game helemaal uit is. Over Heist, over Blackout, over de game zelf, over geen singleplayer hebben. En natuurlijk nog veel meer. Alles over games, Gamersnet.nl. Thanks Leon. Sigaar uit eigen doos. Sigaar uit de eigen doos. Had ook gekund. Hallo. Ja. Mist de kans. Kat in de zak is leuker. Dat is heel leuk. Dat vind ik mooi. Kat zijn altijd leuk. Ja, precies.